In de jaren na de Amerikaanse burgeroorlog, vanaf 1865 dus, industrialiseerden de Verenigde Staten razendsnel. We hebben gezien dat al rond 1820 de eerste industrie ontstaat in het noordoosten van de Verenigde Staten, maar rond 1865 zijn de Verenigde Staten toch vooral nog een agrarische samenleving met een agrarische economie. Het is een land van boeren. Maar vanaf 1865 zien we dat dus veranderen en sterker nog, zo rond 1900, dan wordt de Verenigde Staten al de grootste industriële producent ter wereld. De vraag is waar die sterke industriële groei vandaan komt. Nou, er zijn een aantal voorwaarden die er nodig zijn en die waren allemaal aanwezig in die Verenigde Staten. Ten eerste moet je voor fabrieken grondstoffen hebben. En de Verenigde Staten kenden veel natuurlijke grondstoffen, zoals ijzererts en steenkolen. Heel belangrijk als je een fabriek draaiende wil houden, als je een product wil maken. Daarnaast hadden de Amerikaanse fabrieken heel veel goedkope arbeidskrachten waar ze uit konden kiezen. Dat kwam met name door de immigratie. We zien daar al die immigranten die we al naar de Verenigde Staten hebben zien komen, die Angelsaksische immigranten uit Schotland en Engeland en later ook die katholieke immigranten uit de Duitse gebieden en uit Ierland. Maar zeker vanaf 1890 komen er een heleboel immigranten uit Zuid- en Oost-Europa, uit Italië, uit Polen, uit Rusland en dat soort gebieden. Dit waren mensen die nieuw bestaan op wilden bouwen in de Verenigde Staten en die waren op zoek naar werk en die namen ieder werk aan dat ze konden krijgen. En daardoor werkten ze vaak voor een heel laag loon in die Amerikaanse fabrieken. En die lage lonen die waren natuurlijk gunstig voor die fabrieksbazen, voor die ondernemers. Maar die ondernemers zelf die waren sowieso ook bezig met verbeteren en vernieuwen en met groeien. En in het laatste kwart van de 19e eeuw zie je dan ook een aantal heel innovatieve ondernemers in de Verenigde Staten. Mensen zoals Thomas Edison, die we daar linksboven zien, de uitvinder van de gloeilamp en nog vele andere uitvindingen. Of iemand als Alexander Graham Bell, die we daar rechts zien, de uitvinder van de telefoon. Ja, dit waren dus mensen die nieuwe producten bedachten, die nieuwe manieren van produceren ook bedachten. En omdat ze zo innovatief bezig waren, zo vernieuwend bezig waren in die Verenigde Staten, groeide die industrie daar heel erg sterk. Een van die uitvindingen van die Alexander Graham Bell, die droeg ook nog eens direct bij aan de groei van de industrie. Bell vond namelijk dus de telefoon uit. En de telefoon is een nieuw communicatiemiddel in die tijd, net zoals de telegraaf dat is, die een aantal jaar daarvoor al door Samuel Morse van de Morsecode was uitgevonden. Dit waren nieuwe communicatiemiddelen en daardoor werden contacten tussen bedrijven en contacten tussen verschillende steden gemakkelijker om te onderhouden. Zo kon je gemakkelijker handelsafspraken maken bijvoorbeeld. En bovendien werd het ook steeds gemakkelijker om grondstoffen naar de fabrieken te vervoeren of om je producten vanuit de fabriek naar de rest van de Verenigde Staten te vervoeren, omdat het spoorwegnet in de jaren na 1865 gigantisch uitgebreid werd. En de Oost- en de Westkust werden nu echt definitief met elkaar verbonden en er ontstond een nationale economie. En op dit kaart hieronder zie je daar een voorbeeld van, daar zie je de belangrijkste spoorwegen bijvoorbeeld liggen. Maar goed, voor het eerst was er dus in die Verenigde Staten sprake van één economie. Wat had dat dan voor gevolgen? Nou, we gaan eerst eens even kijken naar de economische gevolgen van die industrialisatie. En die economie van de Verenigde Staten die veranderde gigantisch. Rond 1865 was dus nog een agrarische economie met kleine zelfstandige boerenbedrijven en huisnijverheid. Maar ja, die kleine familiebedrijven die worden door die industrialisatie steeds meer verdrongen door grote bedrijven, oftewel corporaties. En corporaties waren grote bedrijven die vaak ook nog steeds groter werden, die heel veel geld hadden en met dat geld konden ze onder andere nieuwe machines kopen. Die machines die konden sneller en goedkoper en vaak ook beter produceren dan die kleine familiebedrijven. Die corporaties hadden ook het geld om allerlei nieuwe technologieën uit te proberen en uit te vinden. En daardoor kregen die corporaties een nog grotere voorsprong op die familiebedrijven, want die hadden dat geld er uiteraard niet voor. En bovendien, als een product eenmaal gemaakt was, dan hadden die corporaties ook het geld om daar flink reclame voor te maken, om te zorgen dat men in de hele Verenigde Staten het product van dat bedrijf kende. En die kleine familiebedrijven, die konden dat uiteraard niet doen. De economie komt dus steeds meer in handen van corporaties. Maar daardoor ontstaat er ook veel concurrentie tussen die grote bedrijven. En dan zie je dat er in allerlei verschillende takken van de economie dat er kartels gevormd gaan worden. Die corporaties die gaan elkaar opzoeken en die gaan afspraken maken met elkaar om te zorgen dat ze elkaar niet kapot concurreren en om nieuwe concurrenten eigenlijk van de markt af te houden.
En ze maakt dus afspraken bijvoorbeeld over wat de prijs van een product moet worden, voor hoeveel het verkocht moet worden dus. Of over hoeveel producten ieder apart bedrijf gaat produceren. En zo zorgen ze ervoor dat ze elkaar niet kapot maken. Maar goed, helemaal eerlijk is ze natuurlijk niet, want nieuwe bedrijven krijgen geen kans op de markt. En bovendien, als er prijsafspraken worden gemaakt, dan is dat natuurlijk voor de consument, voor de klanten, is dat ook niet eerlijk, want die betalen dan vaak een te hoge prijs. Aan de andere kant zie je dat sommige corporaties zelfs nog verder uitgroeien tot zogenaamde trusts. En een trust is een samenvoeging van zelfstandige bedrijven. Zo was er bijvoorbeeld John D. Rockefeller. Die zat in de olieindustrie. En die olieindustrie die is heel erg groot in de Verenigde Staten, was die in die tijd ook al. En wat Rockefeller ging doen, was allerlei zelfstandige oliebedrijven opkopen en ze bij elkaar voegen in één megagroot bedrijf, een trust, in dit geval Standard Oil. En Standard Oil werd een van de grootste bedrijven van de Verenigde Staten en John D. Rockefeller werd dan ook een van de rijkste mannen van de Verenigde Staten. In de staalindustrie zagen we ook zoiets gebeuren, daar had je ook allerlei zelfstandige bedrijven en die werden steeds vaker opgekocht en samengevoegd door Andrew Carnegie in zijn bedrijf US Steel. En die Amerikaanse economie wordt steeds meer gedomineerd door grote bedrijven aan het einde van de 19e eeuw. En de Amerikaanse overheid die liet dit toe. Sterker nog, er was een innige band tussen de corporaties en de federale overheid. Die corporaties werden vaak gesteund door de federale overheid, maar daar zullen we in een andere, latere video nog op terugkomen. Want we gaan nu eerst even verder kijken naar de economische gevolgen. Wat we ook zien ontstaan is zogenaamde massaproductie. Producten worden steeds meer op hele grote schaal geproduceerd en dat worden ook steeds meer uniforme producten die allemaal hetzelfde zijn. Het handwerk verdwijnt, waardoor dus ook unieke producten verdwijnen, het unieke karakter van producten verdwijnt. Producten worden op grote schaal op dezelfde manier geproduceerd. En dat gebeurt weer door die corporaties. Die hebben namelijk het geld om allerlei nieuwe machines te bedenken en nieuwe technologieën te bedenken om producten zo goedkoop mogelijk en zo snel mogelijk en op zo'n grote schaal mogelijk te maken. Nou ja, en door die massaproductie ontstaat er steeds meer standaardisatie. Ik zei het net al, het handwerk verdwijnt, het unieke karakter van producten verdwijnt ook. Steeds vaker bestaan producten uit vaste onderdelen die precies op dezelfde manier in elkaar worden gezet. Standaardisatie vindt plaats, dus producten gaan ook iets meer op elkaar lijken. Daarnaast zien we de manier waarop die producten dan worden geassembleerd, in elkaar worden gezet, ook veranderen. Als arbeider was je niet meer verantwoordelijk voor het eindproduct, maar voor een onderdeel van het product. En dat noemen wij arbeidsdeling. En hier zien we het beste voorbeeld daarvan. Het lopende bandsysteem dat wordt uitgevonden door Henry Ford, een automobielfabrikant. En iedere auto werd niet afzonderlijk meer door een klein groepje arbeiders in elkaar gezet. Nee, de auto's die schoven over een soort lopende band. En iedere arbeider deed één klein ding van het productieproces. Die voegde bijvoorbeeld het stuur toe, of die bevestigde de wielen, of iets dergelijks. En als hij dat bij één auto had gedaan, ging de lopende band verder, en dan deed hij dat weer bij de volgende auto. En zo gingen ze stapje voor stapje over die lopende band heen, die auto's, totdat ze uiteindelijk helemaal klaar waren. En hierdoor kon er heel snel heel veel geproduceerd worden, en dat is natuurlijk hartstikke fijn voor de bazen van die corporaties, van die grote bedrijven, maar de vraag is natuurlijk, wat doet dit met de arbeiders? Wat doet dit met de mensen in het land als de economie zo grondig verandert als in de Verenigde Staten gebeurt? Daar zullen we in de volgende video's naar gaan kijken.